Goedenavond allemaal. Welkom weer bij een nieuwe live video in de Noor en Zo groep. En ik ga vanavond voor jullie aan de gang met het Dutch to Bedoel uit de lentecollectie. Leuk dat jullie allemaal weer inklokken. Ik ga deze weghalen, want daar zijn er. Zo. Ik zie al wat bekende namen voorbij komen. Goedenavond allemaal. Leuk dat jullie aanschuiven. Zelfs uit België. Hallo Anita. Leuk dat je meekijkt. Ria. Onze collega van Dutch to Bedoel, Ria Lansink. Nou, ik zie dat er al aan dat er al aardig wat aanhaken. Ik ga alvast eventjes laten zien waarmee ik live ga. Zo. Voor mij heb ik liggen de twee stencils van Dutch to Bedoel. Ik zal hem even hierop leggen, dan is het wat duidelijker te zien. Dit is het groentekraampje. En die behoort allemaal tot de lentecollectie. En daarbij hebben we een stencil met de gardening gnomes. Dat zijn als het ware tuingnomes, tuinkabouters, mag eigenlijk niet zeggen, maar het zijn tuingnomes, gardeninggnomes. En het bestaat uit een jongetje en een meisje. Dat zie je hier aan de staartjes of vlechten die je erbij kan tekenen en uitknippen. Een baard en een snor. En er is zelfs een schep aanwezig die je in elkaar kan zetten. Je kunt strikjes in het haar geven. Nou, bloemetjes op het mutsje, et cetera, et cetera. Dus daar gaan we wat mee doen. En ik ga het een beetje combineren met Lente in de lucht. Dat is het nieuwe, of ja, eigenlijk het nogal nieuwe papier van Bella Lulu. Te koop bij Noor en Zo. En ik heb het eventjes uit de verpakking gehaald. En dan ga ik eventjes aan jullie laten zien welke patroontjes er allemaal in zitten. Nou, we zien hier een roze patroontje met een beetje barokachtige print. En onderaan een leuke bloemenrand. Aan de achterkant een beetje ongelijkmatige streepjes in mooie lentekleuren. Dan gaan we naar de volgende. Dan hebben we een ruitjespatroon. Met links onder en rechtsboven onder andere een gnoompje en wolkjes. Op de achterkant een geel met wit stippeltje. Een roze ruitjespatroon. En op de achterkant weer een lijntjes in plaats van een blokjespatroon. Oh, wat gaan we doen? Mijn beeld gaat ineens raar doen. Zie je dat? Ik word af en toe wazig en weer. Nou, blijf ik wazig. Dat vind ik niet leuk. Oh, daar is die weer. Met een zonnetje en een gnoompje. Hopen dat het wel goed blijft gaan. Dan hebben we een groen met wit stippeltjespatroon. Je ziet, dat heb ik al een beetje gebruikt. Aan de achterkant weer een lijntjespatroon. Met de kleurtjes die ook weer in de rest van de papiertjes terugkomen. Dan hebben we een patroon met rechte lijntjes. En op de achterkant een groen lijntjespatroon. En die lijntjes zijn onderbroken. En dan heb je weer in de hoeken heb je twee leuke bloemetjespatronen. Dan een geel met een wat grotere stip. En op de achterkant hebben we een Schotse ruitpatroon in frisse lentekleuren.
Dan gaan we verder met een groen patroon weer met hartjes. En op de achterkant hebben we in plaats van die vrolijke streepjes, hebben we stippeltjes. En dan kom ik bij een lichtblauw patroon en die hebben ook weer hartjes. En op de achterkant, dan beginnen we met de vrolijke gnoompjes. En dit gedeelte van het knipvel, dat heeft meer een, zoals jullie zien, een thema Pasen. Met leuke paaseitjes en gnoompjes die uit een eitje komen. Of een worteltje vast hebben. Leuke zonnetjes erbij. Een zonnetje en een gietertje met bloemetjes. Plantenpotje, paddenstoelen. Kortom, je gaat gelijk aan de lente denken. Het tweede knipvel wat daarbij zit, is wat meer gericht op de tuin. En daar hebben we leuke gnoompjes die, zoals jullie zien, druk bezig zijn in de tuin. De ene heeft hem bezig met een harkje, de ander heeft een mandje vast en de ander is met de kruiwagen bezig of wil een plantje gaan poten. En er komen zelfs bolletjes in voor. Weer het zonnetje en het wolkje komen erin terug. En dan het derde knipvel. Is ook weer de tuingnoompjes met een leuk gnoomhuisje erbij. En ook weer versierd met bloemetjes en takjes. Een harkje en een schepje. En dan kom ik bij de laatste twee. Dat zijn echt best wel veel patroontjes die erin zitten. Hier hebben we een grijze stip. Met een leuk meisjesgnoom. Met een tuinpakje aan en hoe heet dat? Leuke hartjes in de haren. In de vlechtjes. En op de achterkant hebben we dat terugkerende barokpatroon. In combinatie met een mooie rand met bloemen en die mooie, leuke gekleurde streepjes. En als laatste een zigzaglijntje. Weer met die vrolijke lentekleuren. En op de achterkant een lichtblauw ruitjespatroon. Dus dat is het hele pakketje of setje designpapier van Bellalulu Lente in de Lucht. Dus de inhoud zijn 12 vellen. Waarvan twee volledig een knipvel zijn. En eentje is ook een knipvel, maar dan heb je op de achterkant een patroontje zitten. Dus daarmee gaan we aan de slag. En het eerste wat ik met jullie wil gaan doen, is beginnen met het groentekarretje. Ik ga even een zwart papiertje erop houden, want dan is het beter bij te houden en te zien. Die heb ik al voorbewerkt. En waar je mee begint is gewoon, je legt hem op papier, op welke kleur je hem wilt hebben. En je gaat hem eerst gewoon helemaal rondom aan de buitenkant alleen omtrekken. En deze middelste gedeeltes, dat ga je ook omtrekken. En dit stukje onder het bordje. En dat knip je dan ook uit. En wat je dan krijgt, ik heb hem hier op uit wit glad Bellalulu kaartstok geknipt. Of eerst omgetrokken en daarna geknipt. En dan krijg je dit resultaat. Dus bij het groentekraampje niet vergeten om dit middelste gedeelte en het stukje bij het bordje uit te knippen. Ik heb hem alvast bewerkt rondom met bruine inkt. En daarvoor heb ik ook deze handige kleine blending tooltjes gebruikt. En die zijn van Studio Light. En die hebben allemaal leuk, degene waar je mee vasthoudt, die hebben dan allemaal leuke kleurtjes. Dus dat heb ik al van tevoren gedaan. Je doopt het gewoon in je inkt. En je gaat het rondom ook weer helemaal een bruin randje geven. Dan gaan we even verder. Hier zien we natuurlijk het zonnescherm.
En die heb ik uit dat Bella Lulu lente. Hoe heet het? Lente in de lucht geknipt. En daarop heb ik alvast aan de achterkant foamtape geplakt. En dat foamtape is van JJ en dat is 2 mm dik. Goedenavond Trudy, leuk dat je nog aanschuift. Inderdaad, veel kijkplezier allemaal. Dus op het zonnescherm al die gedeeltes ook weer omtrekken op designpapier wat je zou willen hebben. En 2 mm dik foamtape erachter. En die gaan we dus op zijn plek leggen. Hem vastmaken natuurlijk. Als je wil, kun je ze aan de achterkant nummeren, zodat ze op volgorde blijven. Maar volgens mij is het niet echt per se nodig, want ze lijken allemaal een beetje hetzelfde, behalve, zal ik maar zeggen, de buitenste twee. Die lopen wat schuiner. Dus vandaar, het zijn er nogal wat. Dus vandaar dat ik ze alvast met foam heb gedaan. Anders hadden jullie misschien hier wel een. ik weet niet hoe lang ze erover doen. Een kwartier zitten kijken hoe ik dit uit zit te knippen en het foamtape erop zit te doen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat is zonde van onze tijd. Dus ik heb ze gewoon voor de zekerheid even een nummertje gegeven aan de achterkant. Zodat je gewoon weer op volle gorde op kunt plakken. Kijk eens, nog één vanuit België. Dag Lidie. Lidie van Dommelen uit België. Anja, Jessie, Adam Martens kijkt ook mee. Goedenavond. En Irene de Valk. En dat foamtape heb ik erachter gedaan omdat ik wat diepte wilde van het kraampje. Zo lijkt het net ook of dat zonneschermpje of het dakje erbovenop wat meer naar de, weer naar voor, meer naar voren staat. Oh ja, en wat ik nog wil zeggen is, jullie zien hier rechtsboven en boven de post van dit filmpje, zien jullie een link staan. En in die link is er al een soort van blogpost van mijn groentekraampje. Met daarbij, als je helemaal naar onderen scrolt, de materialen die ik hier allemaal gebruik en die kun je dan bestellen. En als je die bestelt, kun je dan ook aangeven of je het in je tikkiemandje wil hebben, ja of nee. Dus Jolanda de Vette Kamp, je kan helaas in deze live kun je niet je artikelen gelijk bestellen. Dat kun je via de link doen die hier boven het filmpje staat. Goed, we hebben het zonnescherm beplakt. En dan gaan we verder met de voorkant. En dat gaan we doen met deze latten. Ik heb het uit kraftpapier gedaan. En ook hier, wat zal maar zeggen, de toonbank is. Die heb ik uit kraft geknipt en die heb ik ook weer eventjes bewerkt met wat bruine inkt rondom. En dat heb ik gedaan met alle latjes, zal ik maar zeggen. En die gaan we natuurlijk opplakken met onze Dutch Doobadoo lijm. Dat zijn deze potjes. Dus
Dus ik bedoel alles lijm. Droog transparant op. Dus, even kijken hoor. Volgens mij maar deze kant moet ik hebben. Droog transparant op. Dus mocht je een beetje geknoeid hebben, dan geeft dat niks. Je kunt het even genoeg snel weghalen. En als het opgedroogd is, dan zie je er niks meer van. En het voordeel van deze lijm is ook dat je het altijd nog kunt verschuiven als je iets opgeplakt hebt. Ik prik hem even door met mijn naald. Volgens mij moet ik nog beter prikken. En anders pak ik gewoon mijn potje. Ik heb hem vanmiddag nog gebruikt. Oké, ik zie hier dat iemand een haperend geluid heeft. Maar als het goed is, kan de rest mij wel goed horen. Dus ik denk dat het aan gene zijde ligt. Misschien met het filmpje eventjes opnieuw opstarten. Of verversen de pagina en het filmpje opnieuw opzoeken. Zo, ik begin met de toonbank en de zijkanten. En ik doe hem op die hoogte. En dan verschuif ik hem naar beneden, zodat hij ja, als het ware mooi valt met de zijkanten die hier uitsteken. Want daaraan kan je zien hoe hoog die moet of hoe laag. En even kijken. Nou hebben we hier ongeveer bijna twee dezelfde of twee qua lengte dezelfde latjes. Alleen de ene is wat dunner dan de ander is wat dikker. En zo te zien. Eerst de dunne opplakken en daarna de dikke. En hoe ver dat dan uit elkaar moet, dat kan je natuurlijk al een beetje bepalen door ze alvast eventjes neer te leggen. Zo. En dan komt eerst degene met dat hele afgeschuinde gedeelte aan de zijkanten en daarna past deze. En als je dat dan een beetje, hoe heet het, evenredig verdeelt, dan komt alles perfect uit. Dus wat zeiden we? Eerst het dunnere latje. We schuiven dat er aan beide kanten ongeveer evenveel wit is te zien. Ja, tuurlijk, het krafpapier kan je ook nog meer een accent geven met bijvoorbeeld een zwarte fijnlijner en of met wit. Zodat je bijvoorbeeld de houtnerven wat beter ziet. En dan gaat het echt op een houten plankje lijken. Of met een bruine fijnlijner. Oh, helpt het niet, Carla? Dan zou ik helaas niet weten waar het aan ligt, waarom het hapert. Misschien is bij u, of bij jou, sorry, ik weet niet wat ik me mag zeggen. De wifi-verbinding niet zo heel erg goed. Of ja, de verbinding naar de provider toe misschien. Of het kan aan Facebook zelf liggen, maar dan zou ik ze eerder zeggen dat alle anderen er ook last van zouden moeten hebben. Zo.
Dan gaan we naar de wielen. Die heb ik uit, ook uit Belalulu Smooth kartstok geknipt. En dit keer uit zwart. Deze heeft ook gewoon een gladde structuur. Is gewoon plain als het ware. Zo, ik doe gewoon alleen maar wat dotjes op de achterkant. En dan kan je het wiel gewoon vastplakken. Oh, zie je? Deze heb ik te veel naar rechts geplakt. Ik ga hem voorzichtig loshalen. Deze ook. Excuses. Misschien had ik ook beter eerst natuurlijk de wielen vast kunnen plakken, want dan had ik gezien tot hoever ik die latjes kon plakken. Oh, is het toch bij meerdere mensen die het waarbij het geluid hapert? Dat vind ik wel raar. Ja, het is inderdaad soms net een puzzel. En wat ik altijd wel leuk vind is om die wielen een accentje te geven. En dat doe ik met de witte Signo Multiliner. Ik doe eventjes mijn naald weer in mijn flesje. Anders heb je kans dat hij zo meteen weer niet doet. Dat is deze pen. Dat is van Signo. En dat is ideaal om ook oogjes te tekenen bijvoorbeeld, hè, bij onze French diertjes van Kraftlab. Goed, dan gaan we verder met het bordje. Die heb ik in eerste instantie uit Kraft gedaan. Ook weer uit Kraft geknipt. En ik heb hem ook nog een keer in dezelfde maat uit een roze patroontje gedaan, die te vinden is in het designpapiersetje Lente in de Lucht. Zo. En wat ik nu wil doen, omdat je natuurlijk niet nog een keer een lijntje hierin hebt, want dan had je dit ook weer als mat gehad. Maar ik heb nu gewoon natuurlijk dezelfde maat, maar ik wil hem wel kleiner hebben. Wat ik dan doe, de pootjes gaan er in ieder geval vanaf. En wat ik dan doe is, ik ga gewoon knippen. Ik ga gewoon randjes eraf halen. En dan blijf ik gewoon evenwijdig knippen. Dus dan wordt het bordje kleiner. Zorgen dat ik evenwijdig ben. Dat die pijl mooi blijft. En dan overal probeer ik dan tot nu toe evenveel eraf te knippen. En als ik dat heb gedaan, dan weet ik niet of ik aan deze kant al wat afgeknipt had. Ik dacht dat. Nee, nog niet. En dan zie je dat het nog niet goed is.
Alhoewel, ja, Kenneth. Even kijken. Ja hoor, ik vind hem prima zo. Er komt net aan een randje bruin eronder tevoorschijn. Was je in slaap gevallen, Marian Groffe? Nou zeg. Was even aan het uitbuiken na het eten. Dan val je altijd in slaap, hè? Ja, een goed bakje sterke koffie erbij. En we zijn weer helemaal bij de pinken. Wat ik eerst ga doen, voordat ik deze op ga plakken, dat ik hem ga bestempelen. Ik ga hem bestempelen met een tekst uit deze sheet. Dat is de sheet van Bella Lulu en die heet Voorjaar. Er zijn allemaal voorjaarsstempels. Met hallo, fijn dat jij daar bent. Spring, het is, puntje, puntje, puntje. Nou, je kunt het allemaal combineren met elkaar. Hallo, lente. Spring, het is lente. Even kijken hoor, wat heb je nog meer? Of beleef de lente. En dan heb je nog een hele leuke tekst. De natuur komt tot bloei. Voorjaarskriebels, heel veel feestdagen. Bloemetjes, de voorjaarsschoonmaak. Ja, die komt er ook weer aan. De zomertijd gaat in en de was buiten hangen. Nou kon dat maar. Vandaag kon dat niet, hè? Het was weer een beetje een saaie dag en hier regent het al een beetje. En wanneer zie ik je weer? Dus ook een beetje de liefde zit er ook in. Kriebels in je buik, pluk de dag. Hele leuke voorjaarsstempels van Bella Lulu. En de tekst die ik ga gebruiken is Pluk de dag. Die heb ik op een acrylblokje gedaan van Studio Light. Die hebben verschillende maten. En al die blokjes die hebben rondom een ribbelrand, zodat je je vingers er mooi op kan leggen en goed vast kan houden. Het is ook weer verdeeld in witte lijntjes, zodat je je stempeltje recht kan positioneren. En daarmee gaan we hem stempelen. Dan moet ik heel even kijken. Oh, zo moet ik hem houden. Anders komt hij natuurlijk op zijn kop. En het enige wat ik doe is, als ik de ondergrond voel, dan ga ik er niet op hangen of extra op drukken met mijn vingers. Ik ben geduldig en ik laat het papier gewoon de inkt als het ware opzuigen. En voor de rest doe ik helemaal niks. Ga niet wiebelen, want dan krijg je als het ware een dubbele afdruk. En met dat drukken erop krijg je ook dat de inkt dikker wordt en daardoor ook een dubbele afdruk achterlaat. Oh, lekker Tamara, met een dekentje erbij en koffie. Nee hoor, lekker lui zijn vandaag. Omdat deze stempels nogal nieuw zijn, is het zo dat ze aan het begin nog wel eens aan je papier blijven plakken. Ik probeer dan met iets zo scherps of iets duns eronder te komen en dan haal ik het papier van een blokje af. En mocht hij het in het begin ook niet zo'n goede afdruk geven, kun je hem eventjes goed schoonmaken met een klein drupje Dubro. En goed afdrogen onder de kraan. Of met een theedoek natuurlijk, niet onder de kraan. Goed afspoelen en daarna goed afdrogen. En dan een paar keer op een blaadje, op een klapblaadje, even goed stempelen. Lukt dat dan nog niet? Heel eventjes met een gummetje eroverheen. Over je stempeltje. Dat wil ook wel eens helpen. Dat was Pluk de dag en die ga ik vastplakken met 1 mm dik foam tape. Zodat het ook weer wat diepte krijgt. Maar hij steekt dan minder uit dan het zonnescherm of het dakje.
Oh, is uw man hardlopen? Dan hoop ik niet dat het regent. Hier is het vieze druipregen in ieder geval. Ik woon in Hoek van Holland en ze zeiden ook dat het flink ging waaien. De aankomende uren of de nacht. Zo. En even kijken hoor. Dan hebben we dit nodig. Want ik wil nu onze gardening gnome gaan opbouwen. En dat doe ik met het meisje. Pak ik weer even het stencil erbij, want dan kan ik laten zien welke onderdelen ik gebruik. Ik heb het helemaal netjes bij elkaar bewaard. De muts. Die heb ik uit het roze gedaan. Dat is deze. Niet die, maar dat is deze. En je ziet, het puntje wijst de andere kant op. En dat wilde ik per se, want ik wilde het op een bepaalde plaats in mijn kraampje hebben. En dan wilde ik dat het puntje de andere kant op wees. Dus wat doe je dan? Je draait je stencil om. En dat trek je dan over op je designpapier. Of op het patroon wat je hebt uitgekozen. Deventer Overijssel is nog droog en amper wind. Nou, oh jee, bergje, er komt wat aan. Regen en mijn kat wil niet naar binnen. Oh jee. Oké, dag dag Anja, tot de volgende keer. Dus wil je iets, ja, dat het de andere kant op wijst of de andere kant op kijkt, draai je stencil om en dan heb je altijd het goede. Ik laat hem wel even zo liggen. Nou, het hoofdje, hè, dat is duidelijk, die is hier in het midden. De neus, die hebben we hierboven. Die heb ik in een net iets donkerder kleurtje zalm gedaan. Dan hebben we het mondje. Dat is in de vorm van een hartje. Die staat hier op het stencil. En dan hebben we natuurlijk de band die op het mutsje hoort. Die zit eronder. En dan hebben we die mooie vlechtjes. En waar heb ik nou die huidskleur vandaan? Ik vind dat een ideale kleur om die build-ups te gebruiken. En dat heb ik uit het paperpadje van Studio Light. Dat is een A4 paperpad en die heet Sweet Peach. En daar komt die huidskleuren in voor en iets donkerder voor de neusje. En voorop zien jullie natuurlijk welke kleuren er allemaal in zitten. Hé, hey, daar gaat hij weer. Zien jullie dat? Dat komt inderdaad omdat ik te dichtbij kom, denk ik. Afstand houden. Goed, dan gaan we beginnen met het mutsje in elkaar te zetten. Als je de band ingesmeerd hebt met lijm, ja, dan mag je eigenlijk zelf kiezen hoe hoog je deze op wil plakken. Want je kunt hem natuurlijk. Oh, hij moet zo. Ik dacht al, hè? er half overheen laten vallen. Of je kunt hem precies op deze manier aan laten sluiten op precies op de onderkant. Dat kan ook. Dan ga ik eventjes kijken hoe hoog we die of hoe laag we die muts op het hoofdje moeten plakken. Maar ik ga eerst eventjes de staartjes of de vlechtjes aan het mutsje
Oh, laat ik deze gebruiken. Aan het mutsje lijmen. En je ziet ook, het is een klein hoofdje met aan beide zijkanten nog ruimte over. En dat zijn precies de twee plekken waar je de vlechtjes onder kan bevestigen. Dat doe je hetzelfde als met de rechter. En die laat je gewoon aansluiten. Dat die gelijk loopt met het uiteinde van de muts. En hier is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaaltje. Je kunt hem wat omhoog schuiven, zodat ze wat kortere vlechtjes heeft. Helemaal wat je zelf wilt. En eigenlijk, ja, zou je kunnen zeggen dat je, want het knoopje heeft geen oogjes, dat je hem zo plakt dat je precies nog, of precies nog, ongeveer nog de helft van het hoofdje over hebt. Dat is het mooiste. Dan komt het ook mooier uit met de neus. Anders wordt het een heel rare verdeling. Kijk, want nu hebben we hier nog wat over aan de onderkant van het hoofdje. En dat is precies de plek waar we dat mondje willen hebben in de vorm van een hartje. Die mag je recht plakken of een beetje scheef, want dan heeft ze ook weer een andere uitdrukking. Ongeacht dat ze geen ogen heeft. We gaan verder met het jurkje. Die heb ik uit een ruitjespatroon gedaan. Papier uit lentepapier. En daarbij hebben we ook een kraagje. En dat kraagje heb ik uit hetzelfde streepjesdesign gedaan als de band van het mutsje. Oh ja, kraagje staat hier bovenaan. En die plak ik precies gelijk met de bovenkant. Zo. En dan kunnen we het hoofdje plaatsen. En die laat ik er gewoon opvallen, op het kraagje. Niet erachter, maar erop. Komt er nog wat uit? Ja. Zie je, ze komt al bijna tot leven. Op deze manier. Ze heeft een lijfje, ze heeft een hoofdje. Ze krijgt armpjes. Ik zal deze even... O, niet vallen. Waar ben je? Hier. Ik heb hier de twee handjes. En ik heb hier nog een raar bolletje. Ik zal even aanwijzen waar die is. We hebben hier de twee handjes. En hiernaast is nog een soort van raar bolletje. En dat kan je dus gebruiken om er nog eens op te plakken. Zodat ze iets in haar hand kan houden. Dus je hebt het handje. En je doet bijvoorbeeld een schepje in haar hand geven. De steel. Die plak je dan op het handje. En dan nog eens een keer op de goede manier dat bolletje erop. Dan lijkt het net of ze hem zo vast heeft met haar vuistje. Wat ik wil doen, ik wil haar hier achteruit laten piepen. En dat ze weer aan de voorkant van het kraampje te zien is. Even kijken hoor. Zo. Ze hoeft natuurlijk geen schoentjes aan. Dat is overbodig, want die zie je dan toch niet. En ik heb haar één armpje gegeven die hierbij hoort. Dat is haar. En die wil ik dan
zo aan haar vastmaken alsof ze net over de toonbank heen leunt. Dus ik doe een heel klein beetje lijm op het kleinste puntje. De haar gaat eventjes uit de weg. Het is altijd even priegelen met die armpjes, maar op een gegeven moment komt dat wel goed. Soms plak ik eerst wel eens wat vast en pas daarna apart het armpje. Dan kan je hem nog beter positioneren. En dan voor dit armpje zorg je dat het handje met het duimpje omhoog is. Want dan kan je echt zien dat ze. Zie je hoe leuk dat is? Je ziet er al helemaal overheen hangen. Dus die ga ik alvast een beetje vastplakken. Op de achterkant ook, alleen maar bij de muts. Want dan heeft hij houvast aan het karretje en aan het zonneschermpje. Nu kan ik ook een beetje lijm doen onder het armpje. Die blijft dan wel mooi vastplakken. En met de andere arm, omdat ik daar iets mee wil gaan doen, heb ik deze arm niet nodig, maar heb ik de arm genomen van het jongetje. En dat wil zeggen deze kant. Had ook die gekund hoor, maakt niet zoveel uit, maar dacht, die loopt mooi recht. Dus die heb ik uitgeknipt. Eerst omgetrokken en uitgeknipt. Natuurlijk in dezelfde ruitjespatroon. Alleen ik vond hem om bij het andere armpje te horen, vond ik hem een beetje te breed, te grof. Dus een beetje naar aanleiding van het andere handje kan ik het mouwtje aanpassen. Dus daar knip ik dan wat van af. Ik zorg weer even dat het duimpje omhoog is. Even kijken hoor. Volgens mij was het deze kant zo. En er zit ook maar een heel klein randje vast aan de mouwtjes. En die wil ik dan hierachter vandaan laten komen. Of ervoor, dat kan ook. Als ik daar nog een plekje heb. Even weer de vlecht weg. En dan schuif ik hem net. Ja hoor, dat kan ook. Net onder het kraagje. En dan een beetje schuin omhoog. Hem goed uitsteken. Zodat ik zo meteen de ruimte heb om daar wat in haar handje te geven. Zo. We waren net natuurlijk al een beetje begonnen met die witte multiliner, hè? Maar ik ga nu met een zwarte blackliner. Wil ik haar haren wat meer accent geven. Want zo effen bruin, dat vind ik niet zo heel erg leuk. Dus dan ga ik met zwart ga ik die vlechtjes wat streepjes geven. Het eerste waar ik begin is hier aan de buitenkant. En je maakt dan gewoon, als het ware, wat bewegingen die meelopen met de buitenkant van het vlechtje. En als je dan bijna tot de helft bent, ga je naar de andere kant. Ik zal het zo wat dichterbij laten zien hoor.
En je zou eventueel hier nog een zwart streepje kunnen doen. Dan lijkt het net of ze een zwart elastiekje in haar haar heeft. Dus ik doe gewoon maar iets van drie lijntjes, boogjes maken. En het lijkt er net of als je ook met van die houtknoesten bezig bent. Hier volg ik de haar tot in het puntje van de staart. Dan maak ik gewoon weer drie en hier ook weer 1, 2, 3. Zo krijgen ze toch wat meer effect. Ik zal het even laten zien. Nu is de eerste klaar. Hoop niet dat die. Hé, hey, hij gaat niet wazig worden. Zien jullie dat? En dan zou je ook eventueel weer met een klein beetje wit ook weer wat lijntjes kunnen maken. Kijk dat hij wat wil geven. Ja. Hoeft niet overal. Gewoon hier en daar. Dan maakt het al wel heel wat verschil hoe er de. Hoe de haar tot leven, heel veel leven komt. Ik heb weer een binnenpretje. Ik wilde zeggen, Pam, je haar danst. Zo. Ja, doen we hetzelfde aan de andere kant. En je moet ook een beetje je fantasie laten spreken, hè, als je hiermee bezig bent. Van hoe zal mijn haar lopen of zijn? Meer of minder de structuur erin. Zo. Zo, een zwart elastiekjes erbij. En weer een paar witte accentjes. Blijft soms een beetje viezigheid aan zitten. Zo. Korte, lange streepjes. Maakt niet uit wat je zelf wil. Zie je hoe leuk dit is? Nou, de neus glimt ook. Dus daar zetten we ook een accentje. En bij de mutsje ook. Hier is het gekreukeld. En dan maak je gewoon twee boogjes. Misschien een wat grotere en een kleinere. En dan lijkt het net of er een vouw in zit. En hier bij dit puntje ook. Zo. Dat vind ik wel even genoeg. Dan gaan we het kraampje in ieder geval even aanvullen. Met een leuk plantenpotje en een zak met tulpenbolletjes. Die komen natuurlijk uit een van die drie knipvellen die ik heb laten zien. Die gaan we een plekje geven in het kraampje. Zo. En dan het plantenpotje met die leuke bloemetjes in de vorm van een hartje. En die zetten we op de toonbank neer. En een beetje voor de zak. Met bolletjes. En dan ook mag die wel een beetje vastkleven aan het zonnescherm. Zo. Het is net als ze wel zeggen: kom tot zien, koop mijn plantjes, nu in de aanbieding. Hier ga ik zo mee verder. Ik heb nog eventjes wat in mijn bakje zitten. Die moet ik ook laten zien. Ik heb hier een schattig, lieve heersbeestje. Die bestaat uit twee delen. Die heeft, zal ik maar zeggen, een lijfje met zijn kopje en zijn rode schildje. En die komen samen met
Klavertjes 4. Die komen uit een setje van Marianne Design. Dat is dit setje. Dat is één stans. En die heeft verschillende maatjes klavertjes 4. En die heeft dan die liveheersbeestjes. Je hebt twee die kruipen. De een kruipt naar links en de ander naar rechts. En je hebt eentje die vliegt. En die hebben ook allemaal schildjes. Alleen het schildje van die vliegt, die heb ik gebruikt, zie je? Die is weg. Dus die kun je ook leuk gebruiken om je plantenpotjes te versieren. En natuurlijk te gebruiken voor je voorjaarskaartjes. En helemaal met die lieve heersbeestjes. En dat is de CR1539. Dus de klavertjes 4 met de mini lieve heersbeestjes. Dus het lijfje doe je uit zwart en het schildje uit rood. Het is heel priegelig, maar het heel oh zo schattig. Ja. En dat gaan we natuurlijk. Hoe kunnen we dat beter doen met onze waxpen van Studio Light? Om kleine dingetjes mee op te pakken. Die blijven gewoon aan je punt kleven. Dus van wax. En aan de achterkant zit een punt. Een naald eigenlijk. En daarmee kan je nog een beetje dingetjes op zijn plaats schuiven. Of je kunt het uit je malletje halen. Waar is mijn... Oh, ik had mijn witte pen alweer teruggedaan. Nou, hij krijgt één oogje, want we zien hem natuurlijk van de zijkant. Zo. En die gaan we op het bordje bevestigen. Bij Pluk de Dag. We moeten ons reclamebord een beetje aankleden. En dan gaan we het lieve heersbeestje erbij zetten. Zo. Oh. En dan lijkt het net of die van de blaadjes zit te eten. Het touwtje komt zo meteen. Die hebben we zo meteen nodig. Nou, dat was het andere armpje. Wat gaan we nu doen met dat handje? We gaan het kraampje aankleden met deze gezellige plantjes. Jullie zien het misschien aan de verpakking. Die zijn van Marianne Design. En dat zijn de craftables. De zilveren mallen van Marianne Design, die heet craftables. En dat is de CR1542. En Mariana, het nummer van de mal van Marianne Design. Ik neem aan dat je daar de vorige mee bedoelt. Met de liveheersbeestjes. Dat is de CR1539. Maar hierboven heb ik een link staan. En die staat ook boven het filmpje in het bericht. Als je de link aanklikt en je scrolt helemaal naar beneden. Dan kun je alle gebruikte materialen zien en gelijk bestellen als je dat zou willen. Oh, dan leg ik hem weg. Dat is niet de bedoeling. Ik wil natuurlijk aan jullie showen. We gaan het kraampje aankleden. En we zien hier een leuke, ja, ik noem het maar eventjes heel simpel, een etagère. Het is niet echt een etagère. Maar dat noem ik het maar even voor de makkelijkheid. En wat heb ik daarmee gedaan? Wat wil ik daarmee doen? Nou, alles zit met paperclips vast. Die ga ik even loshalen. Zo, die is los.
Ik heb het mandje of het bakje wat bij dat etagerretje hoort, heb ik even bewerkt met een zilveren stift. Zodat het net van zink lijkt. Het standaardje wat erbij uit, idem dito. En daarvan ga ik de krulpootjes eraf knippen. Die hebben we niet meer nodig. Die gaat op de grond. Zo. Want ik wil daar als het ware een soort van hanging basket van maken. Dus die krulpootjes heb ik aan de onderkant hier, die hier zitten, heb ik afgeknipt. En die ga ik dan om het bakje heen bevestigen. Eerst nog even kijken hoe het ook weer zat. Moet hij wel zo. Dan laat ik hem even van dichtbij zien. En dat krulletje, die plak je dan aan de achterkant eerst vast. En het uiteinde doe je aan de voorkant. Dus eigenlijk, zoals je hier ziet, staat het krulletje naar boven. Maar als je de hanging basket wil maken, gaat het krulletje naar beneden. Je knipt hem af en dan het krulletje naar beneden. Dus dit gaat erachter waar ik lijm op heb gedaan. En het andere gedeelte gaat ervoor. En dan kan je hem vastplakken. Dus dan lijkt het net of er haakjes omheen zitten. Nog iets dichterbij, ja. Waaraan de hanging basket gaat hangen. En wat had ik bedacht voor in die hanging basket? Dat zijn. Nou, kom hier. Oh, wacht. Pakken we deze. Dan pakken we de bloemetjes erbij met de steeltjes. En daarvan heb ik de knopjes heb ik alvast geel gemaakt. Dat zijn deze. Dat zijn vier stuks. En daarbij dit malletje, die hoort hier. Die had ik eventjes in mijn bakje bewaard. Die heb ik gestanst uit groen papier. En ik heb hem eventjes in mijn malletje laten zitten. En toen ben ik met groene inkt, met wat donkerder groene inkt, ben ik hier overheen gegaan. Want hij embost natuurlijk ook allemaal kleine blaadjes. En die wil wel extra naar voren laten komen. Dus als je dat wilt, als je het geëmbost hebt, in je malletje laten zitten en even met wat inkt eroverheen. En je blaadjes zijn duidelijker. Oké. Dan gaat dit bosje met takken, gaat erachter. En dan heb ik hem nog een keer uitgestanst. En weer op dezelfde manier beïnkt. En daar heb ik gewoon één stukje van nodig. Dan het middelste gedeelte. Dat knip ik dan weg. Die hebben we niet meer nodig. En die plak ik dan aan de voorkant in het midden, zodat het net lijkt alsof het er een beetje overheen hangt. En het was de bedoeling dat ik vier bloemetjes ging maken. En die knopjes alvast zijn geel. En dan heb ik uit roze heb ik deze hele kleine blaadjes gestanst. Natuurlijk ook weer vier keer.
Even kijken. O jee. Waar zijn we? Hebben ze. Dat is 3. En 4. Het is gewoon een hele bloemenwinkel hier. Bloemen- en plantenwinkel op mijn bureau. Deze kleine blaadjes, dat zijn deze, zijn er ook 4. En daarmee kun je als het ware bloemetjes mee maken, waarvan het net lijkt alsof er nog een knopje uitsteekt. Ik doe alleen een klein dotje lijm aan de onderkant van het knopje. En dan zorg ik dat de blaadjes naar beneden toe wijzen. En dan plak ik ze net aan op het gele knopje. Past allemaal perfect. Zo. Ik zal er even 2 laten zien. Even wat dichterbij. Zie je hoe schattig die zijn? Zo lijkt het net een bloemetje wat nog helemaal uit de knop moet komen. Of het lijkt wel op of die, hoe heet het? Echinacea bloemen. Als iemand die kent. Nou, ik heb vroeger in een bloemenwinkel gewerkt en planten. Dus vandaar dat ik nog wel wat namen ken. Nu is het de bedoeling dat we die steeltjes er gewoon van afknippen, want die hebben we niet nodig. En die gaan we dan een plaatsje geven in die hanging basket. En dan maken we het touwtje eraan vast. Zorgen dat het in het handje komt van het gnoompje. Die gaat los. Dat is niet de bedoeling. Oh ja, en mocht het zo zijn dat je waxpen niet meer de stukjes oppakt, dan kun je hem natuurlijk zelf eventjes met een, ja, ik doe het meestal met een aardappelschilmesje, weer een laagje eraf krabben, maar wel zorgen dat je de shape houdt van de punt. Dan zit hij wel vast. Ik ga er één bloemetje hier ook overheen laten steken. Deze zit helemaal scheef. En mocht je punt helemaal op zijn, je kan er niks meer mee, dan hebben we uiteraard nog navullingen voor de waxpennen. Antoinette van der Woude, wat bedoel je daarmee? Oh, wacht. Ja, over die Echinacea. Ja, klopt. Net zoals die Echinavorsdruppels. Inderdaad, tegen de weerstand. Je hebt helemaal gelijk. Ik dacht dat je het heel ergens anders over had. Zo. Ik geef ze gewoon willekeurig een plekje. Nou, dan hoop ik dat het gaat lukken wat ik zou willen. Dat ik niet, net zoals de vorige keer, heel lang liep te knullen. Dus dit bolletje hebben we nodig. Wat ik wil, is in ieder geval dat de bovenkant een lusje wordt. Doe al wat lijm op haar handje. Ik zorg dat ik een lusje vast heb. En dan druk ik de 2 touwtjes in die lijm. Even goed vasthouden en anders doe je er wat lijm bij. En dan kijken we zo meteen wel hoeveel we af moeten knippen van het touwtje.
Dan kan het andere stukje van haar hand erop. Dus dat zijn er andere vier vingertjes. Zo heeft ze het net in haar vuistje. En je kan ook zien dat die precies aangepast is aan het handje wat al aan de achterkant zit. Zo. Ik had mijn touwtje eventjes wat moeten vormen van tevoren eigenlijk. Want nou, die rare bocht hier aan de onderkant. Nou, volgens mij is dat ook net genoeg. Is een beetje scheef geknipt, maar ik wil hem toch wat hoger. En dan mag ze iets gespreider. En dan doe ik wat lijm aan de onderkant van de touwtjes. Deze mag wat meer naar de buitenkant. Natuurlijk niet aan mijn bureau vastplakken. En deze mag hier aan de rechterkant. Zodat het net lijkt alsof die bij die haakjes hoort die we net eraan hebben gemaakt, hè? Dus zo heeft ze de eigen hanging basket vast. Zien jullie dat? En zo kan je dus allemaal gaan stoeien met die plantjes en de potjes die bij dat setje zitten van Marianne's design. We gaan nog een keer soort van étagère gebruiken. Dan moet ik wel voorzichtig zijn dat ik zijn pootje niet afbreek. Die heb ik uit bruin gedaan. En er zit ook een schildje bij. En dat schildje, daar is gedibost. Dus er is in het papier geprint als het ware, of gestanst. En dat staat het woordje welkom. Dat heet dibossen, als het echt in je papier zit. En dat heet ambossen, als het naar boven toe komt. Dat je relief kan voelen. Dus hier een mooi welkomstbordje. En die komt hier dan aan de bovenkant. En die sluit precies aan hier aan de bovenkant. En dan hebben we nog het bijbehorende mandje, hè, wat we hier ook hebben. Die heb ik ook weer in het zilver gedaan. En daarbij doe ik alleen wat lijm aan de bovenkant. En dan ga ik hem erachter plakken. Zodat die bruine rand. Oh, die was dat nog niet vast. Zichtbaar is. Zo lijkt het net of die erin hangt. En daarbij hebben we natuurlijk ook hele leuke bloemetjes. Welke had ik daar nou in zitten? Oh ja, ik weet het alweer. Dan gaan we over naar de roze bloemetjes. Dan gaan we dat mandje vullen met roze bloemetjes. En die zitten hierbij. Het zijn er drie. Dus ik heb aardig wat gestanst, want ik wist niet hoeveel ik er ongeveer nodig zou hebben. Dus die gaan we gewoon eventjes mooi opvullen. Misschien dat we zo meteen niks meer zien hoor van die bruine rand, maar dat geeft niet. Want ik begin daar toch mee om houvast te krijgen voor de bloemetjes, zie je? Soms kan je het ook met je nagel doen. Mijn bloemetje wilde niet plakken. Ik krab er gewoon een beetje aan krabben. En dan heb je weer een nieuw stukje van je waxpen vrijgemaakt om weer dingen eraan te laten plakken.
Nou, zo. Zo een beetje vier aan de voorkant. En dan kun je misschien één of twee erachter plakken. En doe ook weer twee dotjes lijm aan de voorkant. Maakt nu niet uit dat er de lijm op mijn zwarte papier komt. Dat was de bedoeling. Gewoon voor plat. Die doen we met de hand. En dan kan je hem ook weer gewoon weer opschuiven. Zodat hij er achteruit piept. Zo kan je dat mandje dus vullen met je bloemetjes naar keuze. Ik denk dat ik hem zo laat. Of nee, nog eentje erbij. Oh, eentje erbij. Die komt in de midden. Klein beetje lijm weghalen. En op die manier hebben we ons mandje gevuld. Maar je kan natuurlijk, ik blijf het zeggen, ik vind die plantjes zo schattig. Je kan er echt hele leuke tafereeltjes mee opbouwen. En dan gaan we weer met de witte multiliner gaan we de bloemetjes langs. Volgens mij is die bijna op. Overal even een wit hartje maken. Zo. Ik geef hem al een beetje een plekje. Dan gaan we naar het volgende plantje. Dat is meer een kamerplant. Dat is deze. Deze grote. En ik heb dit potje ervoor gebruikt. En het bovenste gedeelte, dat embost die. Dus dat komt iets meer naar voren toe. Ik heb hem in het blauw gedaan. En toen ben ik meer met mijn zilveren stift dat randje ingekleurd. En het handige van dit plantje is, je hoeft hem niet per se achter het potje te plakken. Zodat het net lijkt alsof hij erin zit. Je kunt gewoon door dat deze twee onderste blaadjes daar gemaakt zijn, dan lijkt het net of die over het potje heen hangen. Dus op die onderste twee blaadjes doe ik wat lijm. En die plak ik op de rand van het potje. Maar hij moet wel recht. Helemaal scheef. We gaan natuurlijk wel recht poten, hè? Recht verpotten. Zo. En ze hebben natuurlijk ook een nerf. Nou, dan gaan we weer een accentje aangeven. Ja, dat doet wel. En dan ga ik al die nerfjes even na. Met de witte Signo of Multiliner. Even kijken of ik wat gemist heb. Dankjewel, Christa. Dankjewel, Marian. Dankjewel, Jessie en Lia. We gaan gewoon verder, want ik ben nog niet klaar. Er komt nog een ander element wat jullie misschien kunnen gaan gebruiken. Zo, het laatste nerfje. En dan kom ik aan mijn laatste bakje toe, toch? Oh nee, één na laatste. Eén na laatste. We gaan weer met zilver aan de gang. En nu heb ik de bloemensteeltjes helemaal uit het groen gestanst. En ik heb vier keer het bloemetje in het blauw. Lichtblauw. Want je kunt ze ook op een andere manier gebruiken. Je hoeft niet per se die knopjes met die lage blaadjes te gebruiken, maar je kunt ook het bolletje gebruiken als houvast voor
je bloemetje. Met steeltje. Dus zo kan je plantenpotje ook. Aankleden. En dat bakje, dat is deze hierboven. Die heeft nog een klein stansje erbij. Dat is een klein reepje. Nou, die laat ik zo wel zien. Of nee, die heb ik nodig bij deze. Die heb ik uit zwart gedaan. Ze dus lijkt het net of er een tijltje is met een rubberen rand eromheen. En die plaats ik ongeveer in het midden. Of hij kan ook iets hoger natuurlijk. Hé, een extra bloemetje. In het roze. Oh ja, dat klopt. En die bloemetjes die komen dan achter het tijltje. Zit een beetje te klungelen. Ik kan ze natuurlijk ook een beetje schuin erin zetten. Niet alle bloemetjes zijn even recht natuurlijk. Deze komt net aan met zijn blaadjes erbovenuit. Zo wat kleiner bloemetje. Nou, soms hè, daar heb ik echt ruzie met die lijm. Dan zit je al zo lang te priegelen met kleine blaadjes en dingetjes. En dan op een gegeven moment wil het niet meer zo stabiel zijn in je handen. En de volgende. Zo hebben we al heel wat plantjes. Nou, daar gaat hij weer. Eigenwijs. Tot ziens, Cindy. En ik ga nog wat belangrijks uitleggen hoor. Dus je moet hem wel terugkijken. Beloofd? Ik ga nog iets leuks doen met de kraam. En de laatste. Ik heb ze gewoon even willekeurig in het bakje geplaatst. En deze komt er een beetje achter vandaan. Dan hoop ik niet dat hij ook zo eigenwijs is. Zo. En daarbij gaan we ook weer met de multiliner aan de gang. We willen natuurlijk dat ze een mooi wit hartje hebben. Het lijkt een beetje op vergeetmijnietjes. Toch? Zo. Die komt aan de andere kant van de kraam. En mijn laatste bakje. Dan hebben we weer dat. Bakje wat in die étagère is, die komt terug. En dan heb ik weer die kleine mini blaadjes uitgestanst. Ook weer gewoon uit groen, uit lichtgroen. En die komen uit, dat zei ik al, hè, uit het peperpotje van Studio Light A4 Sweet Peach. Oh ja, en de haren, die bruine, die heb ik uit deze peperpot, Winter Forest. Van Studio Light. Dan zie je de hele stoere kleuren. Ze zijn prima geschikt voor mannenkaarten. En daar heb ik haar haren uitgestanst. Blauw, bruin tinten, lichtblauw, zo, lichtblauw. En wat verloopt naar grijs, donkerblauw. En weer naar bruin. En dan, ja, wat voor kleur is dit? Beige.
goed. Dus al deze kleine priegeltjes, die ga ik ook in en op dat mandje plakken, die ik in het zwart heb gedaan. Ik zorg eerst dat ik een randje heb die net eroverheen valt. Het lijken allemaal rode stukjes, maar dat is de achterkant. En dan laat je ze ook weer een beetje over elkaar heen vallen. En zo lijken het net vetplantjes. Komt er maar. En dan doe ik nog een... Dan doe ik wat lijm aan de achterkant. En dan plaats ik wat van die groene erboven. Zodat ze er bovenuit steken. Het zit een beetje buiten beeld. Ik ga weer wat naar boven. Excuses. Ik weet natuurlijk niet hoeveel ik er nodig zou moeten hebben. Dus ik heb maar wat uitgestanst. En dat kan ik bewaren voor de volgende keer. Wat ik over heb. En wat je eigenlijk ook kan doen, dat had ik eigenlijk van tevoren moeten doen, maar dat kan nu ook nog wel, denk ik. Om wat structuur te geven aan die vetplantjes. Kijk, dat bedoel ik. Ik zei, ik moet geen ruzie krijgen met de gepriegel. Wacht, deze gaat hier in het midden. Oh, wat erg. Zo, hè. Dan moeten we zorgen dat we natuurlijk wel de groene kleur voor hebben. En de laatste. Wat ik zei, om ze wat structuur aan te brengen. Ik heb hier gewoon een groene fineliner. Die heb Noor niet hoor. Die zijn gewoon van mezelf. Die had ik ooit nog eens liggen. Ik ga nu met een groene fineliner ga ik gewoon een beetje zigzaggend al die blaadjes intekenen. Sommige vetplantjes die hebben dat. Dus gewoon een beetje zigzagbewegingjes maken. Dus komt er ook weer wat meer kleur in. Het moet natuurlijk wel een veelzijdige plantenwinkel zijn, hè? Een plantenkraampje. En ik vind het wel leuk als we dit dat zwarte op een mandje laten lijken. Zo. Dus dan teken ik wat horizontale en verticale lijntjes. Zodat het net lijkt of het gevlochten is. Het gaat heel niet zo nauw natuurlijk. En dan gaan we de plantjes een plekje geven. Ik had ze natuurlijk de groentekraam op een ondergrond kunnen doen. Maar ik dacht van nee, ik wil hem gewoon plein houden, staand. Dus ik moet eventjes zorgen dat de plantjes aan het kraampje komen. Ik heb nu 1 mm foamtape, ga ik mee aan de slag. En als je die gewoon bij de wielen plaatst, dan
Is er niks aan de hand, dan kan je hem gewoon als kaartje gebruiken. Want anders zou je zeggen, ik plak hem eerst op een A6 kaart. Of, oh, sorry, A5. A5 is natuurlijk wat groter. Hier gaan we ook een stukje foam tape doen. Kijken of we onze etagère verkocht krijgen. En wat ook heel leuk is, en dat heeft onze Christa van de Plaats, dacht ik, gedaan. Of Ria Lansink, of Patricia Teufboer. Ik weet het helaas niet meer. Die had een heel leuk bord erbij gemaakt. Weet je wel, zo'n bord wat je uitklapt en wat zo staat. En dan had ze een zwarte voorgrond gemaakt natuurlijk. En dan met wit aanbieding erop geschreven. Dat was ook superleuk. Die meiden hebben af en toe ideeën dat ik denk van hoe haal je het? Nou, niet in je hoofd, maar waar haal je het vandaan? Zulke leuke ideeën. Die meiden zijn echt heel goed. En er worden ook workshops gegeven, hè, door hun. Binnenkort met de giraf van Dutch Doobadoo. En deze, die krijgt geen foam tape. Want die ga ik aan het bakje vastplakken. Alleen hier aan de linkerkant. Zodat hij een beetje ervoor staat. Dus zo hebben we onze kraam aangekleed met onze dame. Die graag hangbaskets wil verkopen. En dan zijn we aan het laatste toegekomen. In plaats van dat we hem op een kaart plakken, gaan we hem 3D maken. Wat heb ik gedaan? Ik heb hem weer uit wit smooth Bellalulu kaartstok geknipt. Maar ik heb er een randje bovenaan gemaakt. Ik zal weer even mijn zwarte papier pakken en mijn stencil. Wat ga je doen? Je legt hem op je witte papier. Je gaat hem weer gewoon omtrekken en uitknippen. Precies hetzelfde als wat je al gedaan hebt. Het bordje laat je alleen weg. Dus dan heb je alleen maar de bovenkant van het karretje. En als je dat gedaan hebt, dan zorg je dat je ongeveer 1 centimeter erbij tekent. Nou, dat is gewoon heel simpel. Ja, je hebt hem helemaal omgetrokken. Nou, dit is ongeveer 1 centimeter. Hier ook. Je zou het echt met een liniaal kunnen doen hoor. Maar ik doe het eventjes gewoon hier even uit de losse hand. Want het spreekt voor zich. Zo. En dan een rechte lijn trekken. Een rechte lijn trekken. En dan bij het dak maak je de rillijn. Wacht even, ik leg het even terug. Dat is makkelijker. Zo moet hij, die moet er bovenuit steken. Dus je hebt hem zo getekend. Dan ben je nog niet klaar. Je tekent die rand eraan. En die rand onder het bord, die ga je rillen. Zodat je dat bovenste stukje wat je eraan hebt getekend, kan dubbel vouwen. Zie je? Zo'n randje ongeveer van 1 centimeter. En de zijkanten, die knip je dan een beetje schuin weg. En waar had ik mijn schaartje gelaten? Dus net zoals je bijvoorbeeld een doosje in elkaar gaat plakken. Of net zoals bij een envelop eigenlijk. Die schuine randjes. Zo. Als je dat dubbel gevouwen hebt, dan gaan we hem aan het kraampje bevestigen. Dus we doen een lijm op het dubbel gevouwen randje.
Dan komt er eens een klodder uit. Zo. En dan ga je heel precies dat kraampje op dat dubbelgevouwen randje plakken. En zorg dat die gelijk is. En doordat we dat randje natuurlijk dubbel hebben gevouwen, kan die staan. En dan kan je hem een beetje uitvouwen. Dus even zorgen dat de lijm goed pakt. En wat heb ik ook gedaan? Ik heb de wielen heb ik nog een keer gedaan. Want wat je eventueel zou kunnen doen is ook natuurlijk, als die zometeen staat, dan zie je natuurlijk aan de zijkanten dat het helemaal wit is. Maar dat kan je natuurlijk ook beplakken met designpapier. Het enige wat ik heb gedaan, staat bij Jolanda in de winkel ook dit kaartje nu, is eventjes de wielen er nog een keer op plakken aan de binnenkant. Dat is natuurlijk wel leuk. Zo. En dan heb ik nog een reepje liggen. En dat is ter versteviging. En dan hoop ik ook dat die blijft staan. We moeten een tussenstukje maken. En daarvoor neem je een reepje papier van 5 centimeter lang. En 2,5 centimeter breed. Ja, lang, breed. Het is maar hoe je het zegt. Dus een lange zijde van 5 en een korte zijde van 2,5 centimeter. Dan ga je rillen. De eerste rillijn zet je op 1 centimeter. De tweede rillijn op 2,5 centimeter. En de derde rillijn op 4 centimeter. Dus heb je 3 rillijnen en die ga je dan vouwen als een letter V. Dus je begint met een bergvouw, een dalvouw en weer een bergvouw. En dan krijg je ongeveer de letter V. Of de M. Hoe je het ook ziet. Ik zal wat meer naar het midden gaan. Ik hoop dat dat duidelijk is. Dus 5 bij 2,5. En rillen op 1, op 2,5 en op 4. En dan berg, dal, berg, vouw. En die gaan we ertussen plaatsen. Dus we vouwen hem een beetje open. En dan komt hij ongeveer, in ieder geval hier in het midden van het karretje. En dan ietsjes hoger dan de onderste middenrand. Zo plak ik hem vast met een reepje van 1 centimeter. Die we aan het uiteinde hebben. En het reepje aan de andere uiteinde. Van 1 centimeter. Daar doe je dan ook weer lijm op. Zo, en dan vouw ik hem alvast in die shape die ik wil hebben. En dan doe ik mijn kraampje dicht. Oh, ik zie dat hij ietsjes hoger moet. Excuses hoor. Dat is niet de bedoeling. Dan komt hij. Iets meer dan een halve centimeter hoger dan het randje moet je hem plakken. Ja. Dan gaan we hier nog een keer lijm op doen. Dus je vouwt hem zoals je hem wil hebben. Je vouwt hem plat. Je doet je kraampje dicht. En dan maar hopen dat hij zo meteen blijft staan. Even spieken.
Je moet het een beetje shapen, maar het gaat er vooral om dat de achterkant nu niet, hoe heet het, naar beneden toe valt. Dus dat het kraampje door zijn hoeven heen zakt. Dus ik hoop dat die blijft staan. Kom op. Ik had hem, hoe heet het, vorige week ook gemaakt. Staat bij Jolanda in de winkel nu. En daar bleef hij perfect staan. Oh, wat erg. Nou, laat ik jullie iets zien en dan blijft hij niet staan. Zal je net zien. Nou, kom op. Dat vind ik niet leuk. Luisteren. Oh nee, kom. Hoe kan dat nou? Ik heb niks verkeerds gedaan, toch? Oh, wacht even. Wacht even. Ik haal hem toch weer los. Ja, jullie. Marian, inderdaad, je begrijpt wat het idee is. Maar het is wel lullig dat hij nu niet blijft staan, natuurlijk. Ja, hij is wel op die manier goed op elkaar. Ik heb hem expres wat breder gemaakt, want ik had al eerst een smal strookje. Ik denk, ik zal hem nu wat breder maken, want dan heeft hij natuurlijk over de breedte van het karretje wat meer houvast. Wordt het steviger, maar. Ik ga hem kijken als ik hem nog hoger plak, wat er dan gebeurt. Volgens mij had ik hem in de winkel ook wat hoger. Hey, jongens, zijn we bijna klaar? Dan gaat het op het laatste moment toch nog een beetje verkeerd. Dat is niet fijn. Maar we houden de moed erin. Eens even kijken. Tadaa! Dus dames, ik zal het even laten zien. Ik heb hem bijna in het midden van dit gedeelte, van die latjes geplakt, zie je? Dus echt best wel een stuk hoger. Je ziet hier wat gefrummel. Daar heeft het eerst gezeten, dus dan moet je nog een stukje hoger zitten. En dan blijft hij staan. Nou, toch nog een goed einde. Ik hoop dat jullie deze live leuk vonden. Ik vond het leuk om te doen weer. En jullie te laten zien wat voor mogelijkheden er zijn met de Dutch Doobadoo stencils. En bij deze ons 3D plantenkraampje pluk de dag met de mooie hanging basket. Bedankt voor het kijken allemaal en tot de volgende keer. Dag!